De Rooise Kermis is genomineerd voor beste kermis van Nederland. De twee juryleden die de kermis bezochten, keken naar van alles. Van de aanwezigheid van de wc's, EHBO, de samenwerking met horeca en winkels, tot en met de zorg van de exploitanten. Natuurlijk werd de mening van de bezoekers ook zwaar meegewogen. Op de definitieve uitslag moeten we nog even wachten. Die wordt rond Pasen volgend jaar verwacht. We verdienen de eerste plaats, zeer zeker, zeer zeker. Dat doen wij als exploitanten doen daar al heel lang ons best voor. En niet voor die eerste plaats, maar gewoon om een gezellige, aantrekkelijke kermis hier in Sint-Oederode, ook een goedkope kermis hier in Sint-Oederode te houden, want die ritprijs is heel belangrijk. En tot nog toe lukt het ons steeds, want ondanks het warme weer, het extreme hete weer, blijven toch die mensen naar Rooie Kermis komen. En ja, dat is gewoon, daar zie je aan dat het leeft hier in Sint-Oederode. We staan allemaal graag hier. Het is onder elkaar, als collega's onder elkaar. Het is weer gezellig. De oudere kermis regelen en organiseren, daar doe ik dan een hele hoop aan. Maar ook dat doen we met elkaar. En ja, dat is gewoon weer gezellig. Dus we kijken er altijd naar uit om naar Sint-Oederode te gaan.